De donderdagtraining gaat beginnen. Altijd een gezellige dag donderdag. Leuk op de club. Gezellig op de club. En even checken wie er allemaal zijn. Declan is even grappig aan het doen. Declan, leuk man. Hey. Grappig man, je bent echt grappig jongen. Sinds wanneer ga je grappig doen dan, kerel? Sinds jouw vlog zo leuk zijn. Wat wil je daarmee zeggen, dat ze niet leuk zijn, kerel? Wil je daarmee zeggen dat ze niet leuk zijn? Kijk, hier is een circus aan de gang en dan zie je, als het goed is, zie daar een paar kamelen staan. En Damien had daar een mooie... Damien, wat zijn die kamelen? Zijn keepers. Kijk, als je die bal zo schiet, hij slikt ze in en dan gaat zo naar die bult. zoiets doms heb ik nog nooit gehad, vriend. Vandaag gewoon alle 16 spelers aanwezig, jawel. Ongelooflijk, wat een prestatie. Jongens, allereerst even een applausje allemaal. Lekker Donnie. Zaterdag wedstrijddag, de eerste competitiewedstrijd tegen FC Serioyo, jawel. Ja, het is nu 2:30 en we gaan zo lekker een potje voetballen. Bespreking, Bort is hier. Ik heb hem teruggekaapt van Toonjay. Eindelijk weer na een half jaar in mijn bezit. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb geen flauw idee wat het niveau van de tegenstander is, maar dat gaan we zo zien. Ik zeg tjo. Tjo. We beginnen met de bespreking. Sok of geet. Hoe laat ben je hier? Daar, netjes. Ze gaan grappig doen, hoor. Dus wanneer zijn ze grappig? Ze zijn helemaal niet grappig. Ja. Pas na de wedstrijd, zeg. Pas na de wedstrijd, hè? Ze gewoon. Dat dacht ik. De boys zijn bezig met de warming-up. Gaan we lekker een paar stappen, positiespel. En dan even kijken of we nog tijd over hebben om af te werken. En dan gaan we naar binnen, ready voor de gimma. Scheids, alles goed? Rugnummers kloppen, scheids. Goed. Scheids? Kom je uit Enschede? Ik kom uit Enschede. Uit welk gedeelte van Enschede? Ook uit Zuid. Uit Zuid? Oh, ja, dan is die van ons, toch? Kijk, wat was nou? Scheids gaat even de persjes controleren. Zal het niet meer lastigvallen. Digitaal allemaal. Ik kan gewoon op het veld. Lekker chill. Ga niet, hoor. Oké, mond dicht. Goed, even één ding wat belangrijk is nu. Positief blijven. Als de ene wat zegt, accepteer je gewoon. Dus geen gezeik, geen gezeur naar elkaar toe. Duidelijk, positief. Goeie wedstrijd. Jongens, kennen jullie Marco nog? Ik ben ons groep vorig jaar. Trainer van Serioyo Ajax. Succes. We gaan winnen, man. Yo. Jongens, succes, man. Kom er maar af, Brian. Achterin, helemaal vrij. No! Continue! Goed, de tweede helft gaat beginnen. Nou ja, we zijn veel sterker als de tegenstander. We hebben echt 10 grote kansen gehad, waarvan maar 2 gescoord. Dus ik ben niet echt tevreden. We staan met 2-0 voor de tegenstander, 2 kleine kopkansen. Maar ja, soms gaat het wat te makkelijk voor de jongens. Dan worden ze een beetje laks, willen ze alleen doen. We gunnen de anderen niet wat. Dus even in de rust goed over gaat. Ik hoop dat we de tweede helft gewoon goed afmaken en de volle overeen balsen. Ik zeg, aanvoerder was jammer, jongen Lucas. Dat is wel aanvoerder, hè? Ja, maar zeg even, hoeveel laten we moeten worden eigenlijk? Eigenlijk, ik zeg je... Ja, het is wel een geflatteerde uitslag. Het is wel geflatteerd. Hey, maar wel een mooie vrije trap van je, jongen. Ja, lekker gespeeld. Dankjewel. De wedstrijd is afgelopen met 4-0 gewonnen. Kijk, de assistent scheidsrechter. Laat me met rust doen.
Waarom? Omdat je verloren hebt? Nee. Je kunt er nog wel vrolijk blijven, man. Tuurlijk, man. Ik ben altijd vrolijk. En nou toch? Verdient gewonnen. Mocht wel wat meer worden voor jullie. Ja, we hadden wel 10-0 moeten winnen. Hè? Ja, je beloont jezelf niet. Je wint, goede pot, maar er zat meer in voor jullie. Ik moet zeggen, Serieu heeft mij positief verrast. De tweede helft was een beetje op, maar goed, die van ons waren ook een beetje aan het klooien. Ja, allemaal egoïstisch en ze willen allemaal scoren, maar goed gedaan, netjes. Toi, tevreden? Ja. Yes. Hendrik ook. Mooi. Het is maandag en ik ben weer op de club en we gaan trainen. Na de overwinning van zaterdag ben ik super vrolijk. Ik ben vrolijk op de club gekomen. Nou, ik dacht dat het niet blijer kon zijn, maar kijk wie ik in één keer tegenkom. Kijk eens. Ik moet jou horen. Onze grote vriend Luca, hoe is het, jongen? Goed, jongen. Goed, jongen. En Luca heeft ons verlaten. He? Ik heb Luca zo vaak gevraagd, blijf nou bij ons voetballen. Ik heb hem zelfs een contract voor 1 miljoen aangeboden. Heeft hij afgewezen, 1 miljoen, hè? Contract voor 1 miljoen heeft hij afgewezen. Omhoog het voetballen. Hij zei tegen mij, trainer, geld is niet alles. Toen zei ik, oké, jongen, volg je hart, doe wat je moet dat doen. Dat sowieso. Hey, maar Luc, vertel ook even hoeveel je hebt gemaakt dan. Wanneer? Afgelopen zaterdag. Ja, ik kan hier niet over praten, man. Okay, Filo Flora. Wil je mij nog verschut hebben? Nee, vriend. Hey, Luca, weet je wat we gaan doen, Luc, nu even? Jongens, eerlijk, Luca is een van mijn favoriete voetballers. Ben ik gewoon eerlijk. Moet je mij niet zo raar raken? Nee. Dat weet je wel. Oké, we gaan eerst zijn actie. En als je assist op Ray gaan we Andreas even ingooien. Ja, assist van Ray komt erin. Ja! Oké, nou is die assist. Oké, en nu komt zijn eigen gekke goal komt erin. Oh! En dan even dat sleepje. Tegen de Bastia. Welke? Bij Wierden, het toernooi van Wierden. Ik weet niet. Gewoon rustig, dat die kerel 100 meter glijden deed of zo. Oh, op de glijbaan zat, op het veld. Dat die kerel zo langs gleed, die komt er nu in. Nothing can stop me, I'm all the way up. Maar Luca heeft ons gemist, man, of niet, vriend? Ja, ik denk even, ik kom even langs. Hey, weet je wat je moet doen? Ga eens even met die vlagkamer naar de jongens naar de kleedkamer. Nee. Ray heeft net als Luca ons gemist, of niet, Ray? Ik kom volgend jaar gewoon weer lekker bij mij voetballen. Nee, ik blijf het gewoon proberen. What up, mensen? We zitten in de auto onderweg naar Deuningen. De laatste bekerwedstrijd. Als we deze winnen, zijn we door naar de volgende ronde. Nou ja, we hebben een aantal jongens die zijn rechtstreeks gereden. Je ziet het, de auto is helemaal krap. We zitten helemaal vol. En Damien, waar is Damien dan? Ik zie Damien hier. Damien, kom eens even, onze flambiante Damien. Ja, daar is hij wel. Damien, die loopt even met ons mee. Jij houdt alles in de gaten, of niet, Damien? Klasse, jongen. Of Roy zijn werk, wel goed doet. Doet hij dat, Damien? Redelijk. Hoe flamboyant gaan we vandaag spelen, vriend? Goed. Nee, hoe flamboyant? 100%. Lekker, Damien. 100%. Is dat dicht? Is dat dicht? Ja. Ja, dat is mooi dan. Daan heeft een weddenschap verloren. Mooie chapsel, vriend. Allemaal weg. Mart is wakker, jawel. Ja. Mooi. Niels kwam net alweer met een hele slimme opmerking, jongens. Probeer ik het gezien. Zak heel even iets in tot de helft van de helft. Is dat duidelijk, Quentin? Niels? Declan? Ja, dus jullie kopcirkel komen te staan. En de rest, Niels en Quentin, helft van de helft. Koen en Damien. Staan daar, wat schuil onder om druk te zetten op de bek. Zaterdag, wedstrijddag tegen Benteloon. Deze week 3 wedstrijden alweer gespeeld. Want de derde, vorige week zaterdag, de eerste competitiewedstrijd. Donderdag, de bekerwedstrijd hebben we gewonnen. Dus we zijn door aan de beker. En vandaag de tweede competitiewedstrijd tegen Benteloon. Jawel. En ja, ik hoop dat we doorgaan. Het is mijn beste seizoenstart van de afgelopen 5 jaar. Ik ben al 5 jaar trainer bij Sportclub. En ik heb nog nooit zo'n goede seizoenstart gehad. Dus ik hoop dat we vandaag weer lekker 3 puntjes pakken. En ik loop nu de kleedkamer in. Hallo. Hallo jongens, hoe is de aanvoerder?
Beetje nat, hè? Beetje nat? Waarvan? Van regen? Je bent er niet van suiker, jongen. Hey, is DJ deze jongen. Succes, man. Goeie bal. Lekker, nu. Hoe is dat? Goed! Hoeveel punten hebben we dan? Hoeveel punten hebben we? 6. Lekker man! Weer een overwinning! Weer een overwinning vandaag! Jongens, Hans kennen jullie, maar ik zal deze man even introduceren hier ook. Dit is D van de Molen. Kijk, hij lacht. En waarom lacht hij? D, waarom lacht je man? Omdat we weer 3 punten hebben gehaald gisteren. Ja. Of omdat je hebt gescoord? Ook omdat ik heb gescoord. Dave is de spits. Doet, nou, ik wil niet zeggen dat hij niks doet, maar doet niet zo heel veel. Maar hij scoort elke wedstrijd sowieso een goaltje. Of 2. En eind van het seizoen 30, 25? Afgelopen seizoen waren het 25. 25 in één seizoen. Deze man, hij is luie, kale vriend. Maar hij scoort, hij keelt gewoon. Ja, als trainer dan denk je van ja, ook al doet hij niks. Maar als je er 25 in knalt, elk seizoen, dan... dan maak je het goed, hè? Dan doe je het goed. Of niet, Hans? Ja, die heeft ook wel elke keer opgesteld, ondanks dat hij niet veel rent, hè? Hij heeft wel een bijnaam gekregen, die busbakker. Wat dan? Die heeft de luiaard. Hey. Ja, die past zeker bij, maar wat wil je dan? 30 goals in één seizoen, wat ga je doen? Zet even een reactie onder. Wat zou je doen als iemand zo vaak scoort? Wisselen of niet? Ik zou het ook niet doen als trainer. Dave, je hebt echt geluk. Hey, maar wat nou als je 4-5 wedstrijden niet scoort aan Dave? Ik hoop niet dat dat gebeurt. Maar wat nou als het gebeurt? Gebeurt niet. Oeh, zelfvertrouwen deze man. Ik moet wel eerlijk zeggen, de laatste, ook vorig seizoen heb ik maar 3 wedstrijden of 4 wedstrijden niet gescoord. Ja, dan maak je gelijk goed weer in 1 wedstrijd 3 stuks, hè? Ja, vaak wel. Lekker man, Dave. Lekker man. En we gaan weer lekker trainen. En het is bijna 7:30, dus ik moet me snel omkleden en kijk mijn vriend Hans hier staan. Ja. Hoe staat Hans hier? Let op de tijd. Wat is er met de tijd dan, vriend? Ja, als die jongens van jou te laat op de training komen, worden ze gestraft. Door wie? Door jou? Nee, door jou. Oh, dan zijn ze jij op tijd komen. Ik ben zeker niet te laat, ik heb nog een kwartier, vriend. Ja, zo. Ja. Ik ben gekke Roy. Hey Roy. Ik heb me in een weekend, vriend. Wat voor de mensen die nog niet weten, ik ben ook trainer van het tweede. En zelfs daar heb ik al 2 keer gewonnen. En bij de A1 alles gewonnen. Ik heb nog nooit zo'n goede seizoenstart gehad, Roy. Kijk eens. Ciao. Goed, we zijn bezig met een paar strafvorm. De 2 vooraan zijn de 2 centrale verdedigers. We hebben 3 middenvelders aan de zijkanten. En 2 buitenspelers. Nummer 8 of de 10 wordt ingespeeld. Die laat hem vallen op de 6 en die speelt hem in op een van de buitenspelers. Simpele aanvalsvorm. En we zijn bezig met het kopspel. Hey. 1-1, maakt het steeds moeilijker. 2-1. Oh, luid geel voor de 2 punten. Oh. Oh. Kijk ze, de kinderen. Jongens, wat zijn jullie nou allemaal aan het doen dan? Jongen, daar ben je lastig. We moeten gaan. Jongen, wat zijn jullie lastig vandaag, jongens. Jullie zijn echt irritant vandaag. Ja. Tot donderdag. Jawel, en we zijn wat aan het drinken met z'n allen. 4-1 gewonnen, jawel. Niet voor lang, roept er eentje. Waarom weet ik niet. Ik zeg, ik ben weer vrolijk. We hebben niet zo heel goed gespeeld de eerste helft. Bij Vlagen. Wat leuke aanvallen, maar het kon beter. De tegenstander was fel, ging lekker de duels in. En die verloren wij nog best vaak, maar 4-1 gewonnen. Dus ik moet niet zeuren. Of niet, Niels? Ja, klik Niels. En ik zeg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En...